De prachtige Pieterskerk leeft helemaal van de evenementen en heeft dus nu nul inkomsten. Pijnlijk omdat die gelden hard nodig zijn voor het onderhoud. Als er bijvoorbeeld een lei op het dak vervanging nodig heeft, dan kunnen we die ene lei nog wel vervangen. Maar we kunnen geen hele dakvlakken meer gaan herstellen. Mijn hoofd zit er nog gewoon op. Maar heel eerlijk, het is wel echt fors water trappelen. 2,5 miljoen inkomstendelving en een lening van 9 ton maakt het niet makkelijk voor de kerk. Gelukkig springt de overheid bij. Dat maakt dat het geen zwart gat wordt, maar dat het echt nog overeind blijft. We proberen zo spaarzaam mogelijk daarmee om te gaan. Dus echt, als het niet nodig is, raken we het niet aan. Maar het geeft ons wel de ruimte om even adem te halen. En ook na te kunnen denken en te kunnen kijken van hoe we de zaken oplossen. Ook bij de Hooglandse Kerk is 80% van de inkomsten weggevallen. Op enig moment als zeg maar, het coronaverhaal doordendert en het duurt nog lang, ja, dan ontstaat er een zwart gat en komen we geld tekort voor het onderhoud. Je gaat dat natuurlijk niet direct melken, maar op den duur loopt dat vast. Wat ga ik dan merken als leienaar? Als leienaar ga je merken op enig moment dat wij de kerk gaan sluiten, omdat we het onderhoud niet meer vol kunnen houden. Het zal niet direct gevaarlijk zijn, maar op den duur wel. Dan naar de Marekerk. Deze kerk heeft het op makkelijker om het hoofd boven water te houden, omdat een actieve gemeente bijdraagt aan de financiën. En dat gaat niet meer met het collectezakje, maar digitaal. Dan heb je een app, dat noemen we de Gift-app. En daar geef je dan gewoon collectes voor ja, de mensen in nood, de diaconie, voor de kerk en voor andere doelen. En dat doe je gewoon thuis op de bank of hier in de kerk. Nog even terug naar de Pieterskerk. Technisch failliet, maar toch hebben ze hoop. Technisch een klein beetje zeg maar failliet en heel veel hoop. Dit is niet de eerste pandemie. En al die andere heeft de Pieterskerk overleefd. Deze gaan we ook overleven.